welkom allemaal bij de nieuwjaarsvlog, eigenlijk traditioneel te noemen. Uiteraard starten met de beste wensen voor dit jaar. En laten we er een gezond en succesvol, maar vooral ook cyberveilig jaar van maken. En als eerste denk ik dat het leuk is om nog even terug te blikken naar vorig jaar. We hadden natuurlijk een aantal voorspellingen gedaan. Ik denk dat er een aantal waarheid zijn geworden. Kan je daar wat over vertellen, Stefan? Ja, dat kan ik zeker. Want ik denk dat het toch weer een behoorlijk bewogen jaar is geweest op het gebied van cybersecurity. Er zijn een hoop dingen gebeurd. Als we kijken naar wat we vorig jaar hebben voorspeld, zijn voornamelijk twee hoofdpijlers die ik daarin zie. We hebben voorspeld dat we heel veel ransomware zouden gaan zien en echt een toename in phishing. En als we kijken naar een aantal incidenten die dit jaar hebben plaatsgevonden, neem bijvoorbeeld aan Medibank, Australische zorgverzekeraar, die getroffen is waar 4 miljoen patiënten slachtoffer zijn geworden, allemaal data op straat. Als we kijken naar Entrust, securitypartij, ook die getroffen door ransomware aanvallen. Zo zijn er ticht te noemen. Naast stukje ransomware zijn er ook een aantal andere grote aanvallen geweest die toch wel bij mij opvielen. Denk bijvoorbeeld aan Uber, waar een account is gecompromised. Ja. Gevoelige data die op straat ligt. Last pas een Okta, waarbij een stukje source code is gebreached. Zo zijn er gigantisch veel dingen gebeurd dit jaar. Eén ding wat we dit jaar verkeerd hebben voorspeld, wat we niet hebben voorspeld, is dat we rond de kerst, we hebben dit iets meer rustig kerstdiner gehad, om het zo te zeggen. Ja, die vond ik wel bijzonder. Ja. Normaal gesproken zeg je altijd tegen, vlak voor de kerst, grote lekken. Solo-ins als voorbeeld een paar jaar terug. Lof voor jij. Iedere keer zag je rond die periode grote kerstspelen. We hebben er wel een paar gehad, maar die zaten wat eerder. Die zaten medio eind november, geloof ik. Ja, dus nu dit jaar gewoon weer lekker head for kerst in plaats van hack for kerst. Maar dat lijkt me prima om dat vol te houden ook dit jaar. Ik weet niet wat er uit de voorspellingen voor dit jaar gaat komen. Misschien gelijk een leuk moment om daar wat over te roepen. We hebben gezien vorig jaar een aantal dingen toch uitgekomen. Wat verwacht jij dit jaar dan nog? Ja, ik verwacht sommige dingen die we vorig jaar hebben gezien dat die dit jaar door gaan zetten. Een van de dingen is dat ik echt een nieuwe golf ransomware en afpersingsaanvallen zie aankomen. Steeds meer organisaties gaan cybersecurity uitbesteden. Dat zie je gewoon dat organisaties, dit zit niet in hun DNA, zeg maar. Cybersecurity is toch een andere tak van sport. Steeds meer bedrijven zullen dat buiten de deur gaan parkeren. Ik verwacht dat nation-state aanvallers, dus echt de grote landen, de voor de hand liggende, de Ruslands, de China's en dergelijke, dat die hun pijlen echt steeds meer gaan richten op managed cloud providers. Met als gevolg dat er, verwacht ik, een grote hack plaats gaat vinden op een van de grotere SaaS providers. Dreigingen binnen het OT-landschap, dus PLC, SCADA, noem alles maar op, kritische infrastructuren, die worden groter. Ik voorspel dat daar best wel een groei in investeringen plaats gaat vinden. We hebben te maken met een economische crisis, economische turbulentie die er momenteel speelt op allerlei vlakken. En dat zorgt ervoor dat er een toename gaat plaatsvinden in het aantal scams richting crypto coins. Dus het proberen mensen hun crypto wallet afhandig te maken op wat voor manier dan ook. En als laatste verwacht ik hele grote sprongen voor AI, Artificial Intelligence. Eind 2022 kan ChatGPT tevoorschijn. Ik weet niet, iedereen heeft er misschien wel eens mee gespeeld. Echt super gaaf wat je daar allemaal mee kan. Maar het laat ook zien, zeg maar, het gemak waarmee je zegt van hey, ik wil graag een scriptje waarmee ik een phishing aanval op een bepaalde manier op kan zetten. Het wordt voor je gemaakt. Dus het wordt zowel aan de aanvallende kant, de aanvallers, de scammers, noem alles maar op, die dat soort technieken gaan gebruiken. Maar ook aan de detectieve en preventieve kant zie je dat AI een steeds grotere opmars gaat nemen. Ik verwacht dat dit jaar er echt hele grote sprongen gaan plaatsvinden. Ja, dank voor dit overzicht. Er gaat genoeg gebeuren weer. Misschien goed om ook op een aantal punten even wat verder in te zoomen. Ik hoorde onder andere afpersingen, ransomware, OT, SaaS providers, etc. Misschien goed om als eerste even in te zoomen weer op het stukje phishing, want dat is eigenlijk iets wat blijft. Ik zou er graag toevoeging op willen geven. Zijn jullie allemaal mooie punten, ik ben het wel mee eens. En ik denk, wat ik heel erg zie op het moment is, dus de combinatie van ransomware samen met phishing. Phishing is
tegenwoordig voor aanvallers echt een manier om binnen te komen bij een organisatie. Als ze eenmaal binnen zijn, gaan ze rest zijn verplaatsen. Ja, phishing zijn we al bekend mee, maar phishing is zich heel erg aan het ontwikkelen op het moment. Ja. Aanvallen worden veel geavanceerder en er zijn ook verschillende soorten aanvallen. Denk aan spear phishing, waarbij aanvallers heel gericht hun doelwit uitkiezen. Whaling, waarbij ze massa mail sturen in de hoop dat iemand credentials invoert. We zien tegenwoordig ook per sms, smishing noemen we dat. Dus daar zie ik heel erg een toename in, niet zozeer in het aantal phishing mails, maar echt in de manier van opstellen, dat is veel geavanceerder worden. Is dat meer dat ze kwalitatief beter worden dan dat ze waren, laat maar zeggen? Exact. Ja, en ook vaak niet alleen meer gericht meer tegen de zakelijke accounts. Want stel ik wil jou phishen, op wat voor manier dan ook, dan is het de vraag, ga ik jouw zakelijke account ervoor gebruiken, daar waar waarschijnlijk heel veel bescherming omheen zit. Misschien wel, misschien niet. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog jouw mobiel, waar je ook je Gmail op hebt, noem het maar op. Stel dat ik op die manier binnen kan komen op een privéaccount van jou en op die manier toegang kan krijgen tot zakelijke accounts, dat is ook een ingang die steeds vaker gebruikt wordt. En vaak is mobiel ook een vergeten device, waar vaak wat minder controle op zit. Ja. Dus stellen, maakt niet uit waar je binnenkomt, als je maar een account kan krijgen en vanuit die hoedanigheid vervolgstappen. Ja, wat we zien, de rode draad is wel een klein beetje, phishing is vaak je eerste aanvalsvector die gebruikt wordt, zeg maar, om je kwaadaardige code naar binnen te krijgen. Of om mensen te verleiden, credentials achter te laten, wat jij in de laag gaf. En vaak is je eerste target een identity, een credential. Dat kan dan gewoon een gebruiker zijn. En vanaf daar wil je verder. Wil je daarin gaan zorgen dat je bijvoorbeeld domain administrator wordt, of in ieder geval een account krijgt met verhoogde rechten. Een aanvaller is niet op zoek naar jouw pc over het algemeen. Die wil niet jouw pc bezitten. Nee, die wil vanuit jouw pc het hele netwerk bezitten, ownen. En vanaf daar zeg maar zijn slag slaan. Oké, dus nog steeds phishing. De ontwikkeling van phishing blijft maar doorgaan. Dus ik denk ook de andere kant dat een stukje preventie op dat vlak ook heel belangrijk blijft. En een stukje awareness. Ja, het blijft belangrijk. Ja. Wel steeds lastiger, want heel eerlijk, ik krijg af en toe ook e-mails dat ik echt heel goed moet kijken van is dit nou legitiem of is dit fout? Ja. Dus het wordt steeds slimmer. Oké, ja, dus een hoog risico nog steeds bij e-mail, bij de gebruiker, waarbij we ook mogen concluderen, het wordt zo goed in elkaar gezet dat je ook zoveel mogelijk risico wel bij de gebruiker eigenlijk moet wegnemen. Ja, en je wil de gebruiker ook wel de tools en de middelen geven, zeg maar, om als je een slimmere gebruiker hebt, dat die en die denkt van, hey, vertrouw de phishing niet helemaal of dit klopt niet, dat die ook kan melden. Zodat je die human intelligence, zeg maar, wat ik net al zei, artificial intelligence, dat je daar een hele gave combi van kan creëren. Interessante onderwerpen om in te verdiepen dit jaar, denk ik. Ja. We gaan ze voorbij zien komen. Ander punt wat je aangaf, een stukje OT. Kan je daar wat... Nou ja, OT wordt steeds meer, werd al altijd gebruikt, alleen wordt steeds meer ook gekoppeld met IT. Zodat je vanuit een IT-omgeving makkelijker OT kan bedienen, kan meten, monitoren, analyses overuit kan voeren enzovoort. En binnen OT heb je natuurlijk ook kritische infra. Dat zijn power grids die je met OT bedient. Nou, moet je je voorstellen dat je IT eraan gaat koppelen. Dat je op een of andere manier binnen weet te komen in IT. Een gebruiker die eerst op klikt, een mailtje opent. En vervolgens kan zo'n kwaadwillende een heel powergrid plat brengen. Nou, als een stad of een dorp of wat dan ook een tijdje plat gaat, dan zorgt dat echt voor enorme onrust. En hoe langer het duurt, hoe erger het wordt. En we hebben ook gezien in Oekraïne dat ook Rusland bepaalde aanvallen daar heeft uitgevoerd. Dus men is in staat om richting OT echt grotere aanvallen uit te voeren. En gelukkig is Nederland wel heel bewust van de kritische infra. We hebben het NCEC die daar onder andere... de richtlijnen voor even nog een stukje monitoring en dergelijke op uitvoert. Nou, ik verwacht ook zeker bij grotere fabrieken en dergelijke, dat die dreiging ook steeds meer gaan realiseren, bewuster van worden. En dat daar ook echt investeringen gedaan worden om OT veiliger te krijgen. Want waar IT normaal gesproken, je laptop is 3 jaar, 5 jaar oud, zeg maar, dan is die afgeschreven. Binnen OT, PLC, SCADA, devices, noem alles maar op, controllers. Dat zijn componenten die bestaan rustig 15 jaar of langer. Die worden niet afgeschreven, die doen het nog steeds en die besturen een fabriek. Maar ondertussen is er heel veel veranderd en is eigenlijk dat protocolletje misschien, of überhaupt de IP-stack die daarin draait, is dusdanig verouderd en kwetsbaar dat enorme risico's met zich meebrengt. Dus je wil daar ook gewoon meer inzicht in gaan krijgen.
Ja, benieuwd hoe zich het gaat ontwikkelen. De mogelijkheden zijn er in ieder geval. Als ik in het landschap kijk wat er wordt aangeboden om daar iets mee te doen. Ik ben benieuwd hoe zich dat dus qua investeringen gaat ontwikkelen. Ja, en dan de andere ontwikkeling. Ja, ik huiverde een klein beetje toen je noemde een hack bij een grote SaaS provider. Dat die gepakt gaat worden. Het is nogal een voorspelling. Waarbij de impact relatief... We hebben het natuurlijk al in het klein gezien. Hè? Dat was niet echt een hack, dat was meer een configuratie. Nou, de Microsoft, hoeveel was het? 2,4 terabyte, mm-hmm. geloof ik, een data ja. kwijt was. Dat is dan een human error. Maar ik verwacht echt dat met name Nation State, zeg maar, dat daar echt gekeken wordt richting de grote SaaS providers. En dan heb ik het over een Microsoft, een AWS, een Google, noem ze maar op. Dat daar echt een grote aanval plaats gaat vinden, een grote hack. En dat kan zijn of direct of via de supply chain, maar ik verwacht dat daar dit jaar echt wel iets schokkends gaat gebeuren. En wat zouden bedrijven hier aan kunnen doen, op een bepaalde manier kunnen voorbereiden? Dat vind ik een hele lastige, want uiteindelijk vertrouw je met een clouddienst op die cloudleverancier. En sommige dingen kun je dat doen natuurlijk, als je e-mail security bij Microsoft of Office 365 Microsoft hebt, dan kun je er een e-mail security oplossing voor zetten om een stukje extra security aan te brengen. Maar als jij een SaaS dienst afneemt, ben je ook afhankelijk van je cloud provider. Dus ja, een paar dingen, je moet goed nadenken welke data zet ik waar neer in de cloud, op welke cloud, is het Europa, is het Amerika, noem alles maar op. En hoe zorg je ervoor dat je daar grip op blijft houden. Ik vind het heel lastig, want ik heb daar niet direct oplossingen voor. En misschien ook een stukje configuratie aan de kant van de klant. Ja. Want we zien natuurlijk dat de klanten massaal naar de cloud transformeren. Maar daarbij zien we ook heel veel misconfiguraties nog steeds. En misconfiguraties die leiden gewoon tot compromise van je infrastructuur. En daar is wel een stukje, er is een tooling voor beschikbaar waarmee je dat kan waarborgen. Klopt, als klant zijn zelf kun je natuurlijk cloud security een grotere maturity level op security meegeven. Je kan er ook een stukje shift left doen, dat je in je eigen code die je binnen SaaS aanbrengt, dat je zorgt dat security embedded is in je hele proces. Maar dan nog, als binnen die SaaS provider onderliggend in de infra van zo'n provider een hack plaatsvindt, ja, dan ben je gewoon het bokje. Ja. Dus kunnen we ook misschien stellen dat we in sommige situaties er eigenlijk vanuit moeten gaan dat het een keer kan gebeuren en op het moment dat het zo is dat je voorbereid bent hoe te acteren, welke fallbacks je hebt. Het is goed om in ieder geval draaiboeken klaar te hebben. Stel dat zoiets gebeurt, wat kun je dan doen? En zorg er ook voor dat je dat backups, dat soort zaken, dat je dat niet bij dezelfde provider hebt draaien. Eigenlijk vergelijkbaar met de adviezen die je ook krijgt rondom ransomware. Dat je moet zorgen voor een offline backup. Eigenlijk geldt dat voor een SaaS-dienst vergelijkbaar. Je wil niet de backup bij dezelfde SaaS-leverancier hebben. Als er iets gebeurt, dan ben je ook alles kwijt. Dus daar wil je een goed plan, goed draaiboek voor schrijven. Ja, duidelijk. Ja, ik denk dat duidelijk waar het vandaan komt. Hè? Dus de dreiging en dat we die daadwerkelijk zien. Maar ook goed om een aantal tips mee te kunnen geven waar ze naar kunnen kijken, waar klanten op kunnen letten. Ja. De tips blijven eigenlijk vergelijkbaar met ook vorig jaar. Dat is zorg gewoon voor bewustwording op alle niveaus binnen je organisatie. Zorg ervoor dat je grootste dreigingsoppervlakken, waaronder e-mail, 95% is het volgens mij ondertussen, van alle geslagen aanvallen start met de e-mail. Ja. Nou, zorg gewoon voor dat je e-mail security op orde krijgt. De overige aanvallen vinden vaak plaats door configuratiefouten of kwetsbaarheden aan de buitenkant, dus vanaf het internet gezien. Of zorg ervoor dat je die inzichtelijk hebt, zorg ervoor dat je die oplost, dat je die gaat patchen enzovoort. En zorg er vervolgens ook voor dat je kan meten en monitoren. Dat je gaat kijken van hé, welke endpoints hebben we allemaal, hebben we er kwetsbaarheden op zitten. Een stukje EDR, dat je actief meekijkt wat gebeurt er allemaal, als ik gek gedrag, moet ik ingrijpen. Maar ook op het netwerk meekijken, want niet iedere endpoint kun je voorzien van een sensor of een agent. En dan ga je steeds meer toe richting geautomatiseerde responses. Dan kun je SOAR in gaan richten, MDR, XDR. Je kan allerlei vendoren aan elkaar knopen. De kracht gebruiken van de expertise per vendor. En ik zie momenteel wel, die heb ik hem expres niet opgeschreven.
Maar dat er steeds vaker gericht wordt op de one-stop-shop, de vendor die alles kan. Zelf ben ik daar iets minder van, want als de vendor alles kan, dan kan er ook één foutje in zitten. Dan ben je door de hele keten heen screwed. Ik hou zelf heel erg van de kracht van de verschillende vendoren die allemaal hun eigen expertise hebben. Soms zit er een klein beetje overlap in. Maar die aan elkaar knopen en elkaars intelligence gebruiken, elkaars kracht gebruiken om nog een betere bescherming te bieden. En dan heb je het inderdaad over managed detection response. Zorg dat je geautomatiseerd gaat orchestraten van hey, als dit gebeurt wil ik graag dat deze actie uitgevoerd wordt. Dan ga je veel meer gripcontrole krijgen. En het wordt steeds toegankelijker. Eigenlijk nog een voorspelling erbij voor dit jaar. Nou ja, zo kan ik het noemen. Ja. een ander ding, dat is misschien niet eens wat direct alle zakelijke accounts raakt, maar je benoemde ook economische turbulentie, toename crypto-scams. Dat is een vak waar mensen persoonlijk in zitten natuurlijk, maar ja. Hoe raakt dat ook het bedrijfsleven? Ik denk dat het bedrijfsleven daar wat minder geraakt wordt, alhoewel er wel bedrijven zijn die toch ook wel inzetten op crypto. Cryptocurrency. Het is gewoon raadzaam, als je in cryptocurrency zit, let ook daar goed op, zeg maar. Mensen spelen in met scams, dat is met phishing en andere manieren ook, op urgentie, sentiment, al dat soort aspecten. Nou, als het economisch wat slechter gaat, je krijgt van alles voor je kiezen. Als je dit nu doet, dan kun je geld er een keer verdubbelen, ik noem even. Mensen gaan daarin mee, dus ja, wees alert. Ik denk heldere punten. Is er nog ruimte voor een takeaway? Of mag ik een takeaway geven voor de mensen? Mag jij ook een takeaway geven? Ja, ik heb eigenlijk een hele makkelijke. En dat is, we hebben nu geprobeerd nu bij te praten over de cybersecurity trends die wij verwachten eigenlijk voor dit jaar. Halverwege dit jaar, op 15 juni, dan organiseren wij onze tweede Cybersecurity Summit in de ProDent-fabriek in Amersfoort. Dus mocht u ook nog dingen in uw agenda willen zetten voor dit jaar, noteer 15 juni. Nou, goed. Hij staat. Top. Dan dank ik jullie voor de uitleg. U bedankt voor het kijken en tot de volgende.